Bijkans 60 studenten van de basisopleiding verpleegkunde en verpleegassistent van COVAP hebben vandaag hun diploma in ontvangst mogen nemen. Op het Elsje Vink Sanigaar College COVAP heeft de diploma-uitreiking van de derde groep afgestudeerden van de verschillende basisopleidingen plaatsgevonden. Het gaat om 37 studenten MBOV, 1 ziekenverzorgende van de ochtendopleiding en 21 verpleegassistenten. Volgens Angelé Valerij, directeur van het EFS College COVAP, vallen de verpleegassistenten onder de eerste groep die gestart is met het competentiegericht onderwijsconcept op COVAP. De verpleegassistenten die nu zijn afgestudeerd, zijn de eerste groep die met het nieuwe curriculum is afgestudeerd. COVAP heeft eerder verpleegassistenten afgeleverd, maar die hadden een ander curriculum. Het curriculum is vernieuwd, het curriculum is competentiegericht gemaakt, maar ook modulair. En de duur van de opleiding is naar 1 jaar, die vorige was 1,5 jaar. En met dit nieuwe curriculum hebben we dus onze eerste groep geslaagden nu afgeleverd. De studenten zijn afkomstig uit verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen. Welke zijn die? Nou, echt divers hoor. Alle ziekenhuizen zijn er, maar we hebben ook de bejaardentehuizen zoals Asiana, Albertine. We hebben ook PCS, RGD, dus bijna uit alle zorginstellingen hebben we studenten hier. Maar we hebben ook studenten die zich individueel hebben ingeschreven, zeker in de groep verpleegassistenten. Volgens Valerij wordt de groep afgestudeerden jaarlijks groter vanwege de instromingsmogelijkheden. Wij hebben dit jaar al drie lichtingen. Ik heb niet het totaal voor u opgeteld, maar we hadden bijvoorbeeld 6 maanden geleden 100 zoveel hebben we weer gehad. Dus het wordt steeds groter, omdat ook onze instromen de afgelopen 3 jaar meer zijn geworden. We hebben eigenlijk onze instromen vergroot met meer dan 100%, zelfs 250% meer. Dus daarmee heb je ook dat er meer mensen afstuderen steeds. Kunnen al deze groepen te werk gesteld worden? Wel, u kent de slogan in de gezondheidszorg, het tekort slogan, dat er een tekort is. Wij weten met z'n allen nog niet exact hoeveel de tekorten zijn voor verpleegkundigen, ZV'ers of verpleegassistenten en de specialisaties die er zijn. Maar tot nu toe vindt iedereen werk. De verpleegassistenten, daar zitten er een deel mensen die dus zichzelf hebben ingeschreven, dus nog geen instelling hebben. En die zullen dus dan moeten solliciteren. Angelé Valerij, directeur van het EFS College COVAP. Zij sprak vanmorgen bij de diploma-uitreiking van de basisopleiding verpleegkunde en verpleegassistent van het EFS College COVAP.